U hoort Roeland na 5:30 weer. Hartelijk welkom bij de Volkskrant op zondag. De laatste aflevering in wat alweer de 10e jaargang is. Hartelijk welkom ook aan de kijkers die deze middag via de livestream volgen op internet. Mijn naam is Remco Meijer. En samen met Martin Sommer, zo dadelijk ook op het podium, gids ik u door deze middag. U weet het wellicht, de Volkskrant is 6 dagen per week de papieren krant voor 7:00 ochtends op uw deurmat bezorgd. Uiteraard ook te lezen op uw telefoon of iPad. 24 uur per etmaal is er volkskrant.nl met het laatste nieuws. En eenmaal per maand organiseren we hier in de Rode Hoed een openbaar debat of interview. Vandaag bespreken we de stand van de universiteiten. Hoe is hun toestand sinds er door de bezetting van het Maagdenhuis hier in de stad een crisis in de hele academische wereld lijkt blootgelegd? Niet alleen de studenten zijn ontevreden, ook docenten en hoogleraren. Misschien kunnen we in de anderhalf uur die voor ons liggen komen tot een paar suggesties die in september het nieuwe academische jaar een impuls kunnen geven. Daartoe hebben we 4 gasten uitgenodigd. Allereerst de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker. Graag uw applaus. Zij werkt aan haar strategische agenda voor het hoger onderwijs en gaf gisteren in de krant al de aftrap voor vanmiddag. Niet allemaal naar de universiteit, alstublieft. Gelukkig worden in een mooie baan kan ook anders. Daarover spreken we zo dadelijk nader met de minister. Ze is bovendien ervaringsdeskundige omdat ze in 2011 en 2012 lid was van het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam. Eerst spreken we met haar alleen in een blokje van 20 minuten en daarna in debat met onze andere 3 eminente gasten. Dat zijn rector magnificus Ed Brinksma van Universiteit Twente, Rianne Letschert, behalve hoogleraar internationaal recht, ook voorzitter van de Jonge Academie, en student politicologie Tarik Soebaransing, voorzitter van de Centrale Studentenraad hier in Amsterdam. Ook voor hen graag uw applaus. Ed Brinksma heeft een hekel aan het woord rendementsdenken en zegt dat hij wel degelijk ook heel goed op de kwaliteit van zijn onderwijs let. Rianne Letschert heeft vooral bedenkingen bij de geldstromen in de universitaire wereld. Dat zal ze toelichten en Tarik zal uiteraard het perspectief van de student geven, waarmee we denken het hele palet van de discussie vanmiddag compleet te hebben. Zoals u van ons gewend bent, kunt u als publiek de laatste 20 minuten van deze middag zelf vragen stellen. Daarvoor zijn 2 losse microfoons beschikbaar, straks achter in de zaal. En om 5:30 sluiten we af met een borrel. Maar nu eerst een column, ook dat is een vast onderdeel van deze middagen. Ze staat elke zaterdag in de Volkskrant onder de titel IJs en Weder, nuchtere beschouwingen over opvoeden en onderwijs. Dames en heren, we zijn benieuwd wat zij als aftrap te zeggen heeft. Hier is Aleid Truijens. Dames en heren, vandaag breek ik een lans voor de hedendaagse jongeren. Preciezer voor de student en voor de net afgestudeerde. Die heeft nogal een slechte pers. Volgens Bastiaan Bommelier zijn ze de slechtste studenten ter wereld. Rick van der Ploeg meent dat ze een hardnekkige voorkeur hebben voor pretpakketten. Studenten zouden lui zijn, een schrikbarend gebrek aan ambitie hebben. Ze besteden een minimum van tijd aan hun studie en het merendeel aan baantjes en chillen op digitale en alcoholische hangplekken. Wat een lamlendelingen. Ik zie heel andere jongeren en ik zie er nogal wat elke dag. Ik stel vast, deze student is opmerkelijk goed gehumeurd en optimistisch. Een montere aanpakker en geen zeurpiet, hoewel er alle reden toe is. Want de student krijgt hier in Nederland bepaald niet het best mogelijke onderwijs. Geen wonder dat je meer tijd aan je baantjes besteedt als je, zoals studenten in de humaniora, nooit meer dan 4 uur in de week college hebt, en weken moet wachten op een antwoordmailtje van een docent. Dan wil die onderdompeling niet echt lukken. Intussen doe je bij al die baantjes wel andere nuttige vaardigheden op. Bij geneeskundestudenten bijvoorbeeld lukt dat wel, die onderdompeling. Die hebben zo'n vol programma dat er geen baantje meer bij kan. Medische specialisten zijn niet gek, ze leiden de eigen branche op. Ja, ogenschijnlijk is dit een straalverwende generatie. Diep gewenst door papi en mami werden ze aanbeden en vertroeteld als prinsjes en prinsesjes. Daar stond wel wat tegenover. Ze moesten een succesnummer zijn.
Alles wat daartoe kon bijdragen, ballet en vioolles, de hockeycompetitie, dyslexiebegeleiding, kanjertraining, werd uit de kast getrokken. Er werd hun voorgespiegeld dat ze na het VWO naar de universiteit zouden gaan. Ouders stimuleerden hen om excellentieklassen te volgen, een extra stage of tweede master. Maar het hielp allemaal niet. Afwijzingsbrieven op elke sollicitatie, ondanks dat glanzende studie-cv. Wat een domper. Er was hun voorgespiegeld dat hun na 20 jaar dagonderwijs een interessant, gelukkig, gezond en succesvol leven zou wachten. Want zo ging het tot nu toe. Wie had doorgeleerd, kreeg een aanzienlijk geriefelijker leven dan wie de pech had eerder uit het onderwijsgebouw te tuimelen. Vandaar dat mensen graag zo hoog mogelijk willen reiken. Nou, we gaan het er vast nog over hebben. Het is een oude sociaal-democratische gedachte trouwens, dat iedereen eruit haalt wat erin zit. Dat was ook een belangrijk argument bij het afschaffen van de studiefinanciering. Ach, die 50.000-60.000 euro, dat betaal jij straks toch makkelijk terug? Dat sprookje is voorbij. Na 25 jaar van hun ouders te hebben gehoord dat ze geweldig zijn en een stralende toekomst tegemoet gaan, zitten veel van die toptalentjes afgestudeerd op de bank. Uit cijfers van de studiegids Universiteiten 2015 blijkt dat 3/4 van de universitair afgestudeerden een matige tot slechte kans op de arbeidsmarkt maakt. En dat zijn niet alleen kunstenaars, journalisten en historici, maar ook economen, juristen en bedrijfskundigen. Het officiële werkloosheidscijfer van het CBS, 13,3 voor hoogopgeleiden, onder de 25 is geflatteerd, want velen van hen zijn helemaal niet werkloos. Ze staan achter de tap, verkopen bioscoopkaartjes, brengen de post rond of geven bijles. Dat is behoorlijk zuur na al die jaren van voldoen aan hooggespannen ouderlijke verwachtingen. Vooral omdat ze uit hun oude studentenwoning moeten, geen hypotheek krijgen en woningen in de vrije sector onbetaalbaar zijn. Toch hoor ik ze zelden klagen. Hoezo verwend? De verwende generatie, dat was die van mijzelf en van veel mensen hier in de zaal. De generatie die tussen 1975 en 1985 studeerde. De generatie waartoe ook de minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, behoort. En heel veel anderen. Ook op mijn generatie zat begin jaren 80 niemand te wachten. 7 jaar lang had ik naar hartelust mogen studeren met een riante studiebeurs. Ik koos alle interessante vakken die ik kon vinden. Ik deed 2 afstudeerprogramma's, maar ook toen waren er geen banen. Maar daar zaten wij niet zo mee. De sociale dienst verstrekte daags na de buluitreiking een uitkering. Sommige van mijn vrienden verklaarden zichzelf plechtig baanloos, uit principe. Op kantoor zitten, dat was iets voor sukkels. Wij wilden geen carrière, wij wilden de wereld mooier maken. Maar wel na 11 uur 's ochtends en met iets te drinken erbij. Dat was behoorlijk lamlendig, kan ik u vertellen. Een studieschuld had ik niet en als kraker woonde ik gratis. Toen ik eindelijk uit dat kraakpand moest, kreeg ik van de gemeente een prachtige nieuwe woning toegewezen met een fikse verhuisvergoeding op de koop toe. Verwende tijden. In de decennia erna werden studenten hun privileges stelselmatig afgenomen. Het doorslaande succes van de democratisering van het hoger onderwijs betekende dat de deegroller erover ging. De inhoud werd schraler, de kosten hoger, de onderscheidende waarden geringer. De huidige samenleving en het matige perspectief voor jonge hoogopgeleiden vraagt om een heel andere inrichting van het universitaire onderwijs. De standaard bachelor-masteropleiding waarbij studenten in 4 jaar tussen hun 18e en 22e door hun studie worden gejast, heeft ze langste tijd gehad. Je gaat je niet diep in de schulden steken als je na de rest van je leven 4 jaar te hebben stilgelegd, na die studie niks bent opgeschoten. Ik deed afgelopen zomer een wild onuitgewerkt voorstel en nu ik het geluk heb ergens te spreken waar de minister ook is, grijp ik mijn kans om het nog een keer te zeggen. Waarom zou het universitaire onderwijs niet wat flexibeler kunnen? Waarom zou je als student, van welke leeftijd dan ook, niet gewoon betalen voor wat je afneemt, per module, programma of onderdeel? Waarom zou je mensen niet vrijlaten in hun studietempo? De een studeert liever parttime naast een baan en leent geen geld. De ander spaart om op latere leeftijd te studeren. Nummer 3 steekt zich in de schulden en studeert snel af. Te duur? Deze opzet hoeft voor de universiteit helemaal niet duurder te zijn. Als je tenminste een limiet stelt aan de houdbaarheid van tentamens en het aantal herkansingen.
Iemand die 8 jaar over zijn studie doet, neemt per saldo niet meer tijd en energie van docenten in beslag dan iemand die in 4 jaar afstudeert. Voordeel, naast de mogelijkheid tot een leven lang leren, is dat je in één klap af bent van de langstudeerder en de kwakkelstudent. Ook hoeven studenten geen psychische studiebegeleiding meer te krijgen. En wie verkeerd kiest, kan het programma snel bijstellen. Voorwaarde is wel dat de universiteiten zelf hoge eisen blijven stellen en degelijke samenhangende programma's aanbieden. Waar wachten we eigenlijk nog op? Behalve het argument, daarvoor is een andere financiering nodig en die staat de huidige wet niet toe, heb ik geen echte bezwaren gehoord. Dit tegenargument overtuigt mij niet. Dan verander je die wet toch? De vorige studentenopstand hier aan de UvA in 1969 ging over de vermolmde macht, over die van de regenten. Deze generatie maagdenhuisbezetters pleitte vooral voor inhoudelijk hoogwaardiger onderwijs. Dat noem ik vooruitgang. Minister Bussemaker zegt regelmatig dat zij graag studenten ziet als competente rebellen en creatieve dwarsdenkers. Dat ben ik van harte met haar eens. Behandel hen dan ook niet als onnozele scholieren, zou ik zeggen, maar als intelligente volwassenen die zelf op een verstandige manier hun leven inrichten. Dank u wel. Welkom. Goedemiddag. Goedemiddag. Mevrouw Bussemaker, dank u wel voor uw komst hier. Ik ga het nog één keer zeggen. De mensen die hier nu zijn, dat zijn de mensen die echt hard voor het onderwijs hebben. En de rest zit buiten, bij het mooie weer. Waar we mee beginnen ligt ontzettend voor de hand. U heeft een interview gegeven in de Volkskrant gisteren als een soort opmaat voor deze bijeenkomst, zullen we maar zeggen. En op de voorpagina stond: het stoort mij dat iedereen altijd maar hoger op wil. Daarna stond Twitter niet meer stil, geloof ik. Ik hoorde al van feestjes en bijeenkomsten waarover niets anders is gesproken. Kan de sociaal-democratische minister haar uitspraak nog even toelichten? Ja, dan hoop ik dat al die mensen die erover spreken verder gelezen hebben dan een halve zin op de voorpagina. Want waar het mij om gaat, is dat ik vind dat keuzes te vanzelfsprekend worden gemaakt. En dat we het mbo en het hbo eigenlijk onderwaarderen in de keuzes die je kan maken. En wat ik constateer is dat veel studenten beginnen heel goed voorbereid aan een studie, maar veel studenten beginnen niet goed voorbereid aan een studie. Ik constateer ook dat de uitval in het hoger onderwijs ontzettend hoog is. Op de universiteit is dat nog steeds ook 25-30%. In het eerste jaar of helemaal? In het eerste jaar, maar ja. Overal genomen ook. Er zit bij de universiteiten niet zoveel verschil tussen. En ik wil eigenlijk een pleidooi houden om meer differentiatie te creëren, om die enorme grote groep studenten die we gelukkig tegenwoordig hebben in het hoger onderwijs ook een plek te geven die bij hen past. Jawel, maar nu wat u eigenlijk zegt is differentiatie creëren, dat is heel erg top-down als ik het zo hoor. En deze uitspraak was: het stoort mij dat iedereen altijd maar hoger op wil. Ja, maar jij hebt de krant erbij, hè? Ik niet. Dan moet je even de rest van de zin voorlezen. Want, de rest van de zin. Die geeft precies aan wat de context is waarin ik dat gezegd heb. Waar staat hij? Stond ergens hier onderaan, volgens mij. Oké, daar gaat hij, dames en heren. U mag het zelf beoordelen. Wat mij stoort is dat iedereen alleen maar hogerop wil. Punt. Met een VWO-diploma wil iedereen naar de universiteit. Punt. Een MBO-diploma zou niet goed genoeg zijn, terwijl dat ook een prima diploma is. Het is belangrijker om de juiste student op de juiste plek te krijgen. Dan blijft en mijn daar vraag. Gaat het om. En daar gaat het om. En wie bepaalt wat de juiste plek is voor de juiste student? Dat bepaalt allereerst de student zelf. Dat maar dat bepaalt ook een student in overleg met een universiteit of met een hogeschool. En dat betekent dat je ook andere opties aan moet bieden. Als ik zie dat een aantal mensen met een VWO-diploma, die worden nu ook onder druk van ouders en anderen gezegd: ga jij maar allemaal naar de universiteit. Zeker, maar dat zou u toch ook doen? Terwijl een deel misschien goed af, misschien zelfs wel beter af zou zijn met een HBO-opleiding. Zeker als die niet meer 4 jaar zou hoeven duren. Maar mevrouw Bussemaker, als ik
goed ingelicht ben. Het laatste OESO-onderzoek leert ons dat als jij een universiteit hebt afgerond, je hebt het diploma, dat je nog altijd in je loopbaan een gemiddeld extra salaris hebt van 15% boven iemand van de HBO. Het ligt ons ontzettend voor de hand dat iemand zegt, ik ga het liefst het hoogst mogelijk halen. Ik neem niemand kwalijk dat ze dat willen, maar de vraag is of studenten daar ook gelukkig van worden en of zij de juiste keus maken die past bij wat zij eigenlijk ambiëren. En het gesprek daar, er gebeurt gelukkig al veel met studiekeuzegesprekken die we tegenwoordig hebben, dat wil ik nadrukkelijk over het voetlicht brengen. En wat mij echt stoort, wat ik daar ook in dat citaat zeg, is dat er tegenwoordig wel, ik hoor het gewoon van mensen, om veel mensen van bijvoorbeeld met een mbo-opleiding, die enorm gestuurd worden om vooral nog een hbo-opleiding te gaan doen. En ik vind dat prima natuurlijk. Wie dat wil en wie dat kan, moet dat doen. Ja. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat een mbo-diploma op niveau 4 een goed diploma is waar je mee aan de slag kan. En dat we die mensen ook heel hard nodig hebben op de arbeidsmarkt. Mag ik nog iets gemener maken? Dus ik wil dat open trekken. Zeker. Uw voorgangers en vooral blijven stapelen, want dat hoort stapelen, daar wel bij. Daar komt mijn vraag. Hè? Want uw verre voorgangers Ritsen en mevrouw Netelenbos, in die tijd werd er veel gestapeld, werd veel te duur. Daarna hebben Ritsen en Netelenbos het stapelen onmogelijk gemaakt, dat weet u allemaal. Met als argument, een VMBO-diploma is een uitstekend diploma, daar kun je heel goed mee de arbeidsmarkt op. Terwijl iedere moeder en zelfs iedere vader weet, je moet je kind hoger in dat onderwijs zien te krijgen. En daarom is een onderdeel van het studievoorschot of het leenstelsel juist weer stapelen aantrekkelijker maken. Zodat je met een mbo-diploma naar het hbo kan. Gisteren in de krant heb ik ook aangekondigd dat er een tweejarige hbo-opleiding komt. Met name om het voor mbo'ers aantrekkelijk te maken om die stap te zetten. En dan niet alleen maar 4 jaar te hoeven studeren. Ik wil die driejarige trajecten voor vwo'ers op het hbo mogelijk maken. En schakelen van hbo naar wo is ook een onderdeel wat we makkelijker. En dat betekent dus allemaal dat je flexibeler bent en meer kan schakelen. Toen ik het las, dacht ik eigenlijk nog iets anders. Bedoelt u niet, we hebben last van te veel studenten? Waar ik wel afstand van wil nemen, is ook daar zeg maar van rendementsdenken, waarin het alleen maar over kwantiteit gaat. Dus ik wil ook af van de afspraak dat 50% van onze bevolking van sowieso een opleiding op hbo of wo niveau moet hebben. Dat was de Lissabon-agenda. Ja. Ja, nou kan ik dat ook makkelijk zeggen, want we hebben ook heel veel jongeren die wel een hoger onderwijsopleiding hebben. Maar dat doel op zichzelf, ja, dat vind ik, ik wil geen kwantitatieve doelstellingen, ik wil veel meer kwaliteit. En dat betekent dat je hier ook zo'n doelstelling loslaat. En ik wil dus niet terug naar de jaren 60, waarin de universiteit er alleen voor een heel beperkte groep of een elite groep was. Ik vind het buitengewoon van belang dat we de universiteit hebben opengesteld voor heel, heel veel groepen studenten, ook met diverse komaf. Maar het is wel een grote zorg als een groot deel van die studenten uitvalt en uiteindelijk ook die opleiding op geen enkele manier afrondt. Ik vind waarom zegt u dan niet waar gewoon je keuzes over moet maken? Het wordt eigenlijk veel te duur op deze manier. En nee. B, er zijn gewoon veel te veel studenten, want het verhaal wat Aleid net hield, dat is toch ook een verhaal van studenten doen allemaal studies waar je op die arbeidsmarkt niks mee kan. Ze komen op de arbeidsmarkt, het blijkt verschrikkelijk tegen te vallen. Moet dan niet het verhaal zijn, waar dient op dit moment eigenlijk die universiteit voor? Nou, dat heb ik ook geprobeerd aan te geven in het interview. Wat mij betreft gaat in de universiteit dus niet alleen over het opleiden van de mensen die we precies op dit moment op de arbeidsmarkt nodig hebben. Mm-hmm. Ook niet over een kwantitatieve doelstelling. Maar een universiteit zou meer de academische gemeenschap weer moeten zijn, waarin het niet alleen maar gaat over die kennisoverdracht. Jullie hadden hier veel of nog steeds foto's waarin je nog wel een soort klassieke collegezalen ziet met heel veel studenten en één docent die alleen maar staat te zenden. Maar een universitaire opleiding moet ook gaan over persoonsvorming, over je afvragen wie je bent, over kunnen reflecteren, over kunnen samenwerken met anderen. Moet de universiteit moeilijker worden?
Nee, maar wel uitdagender. Ik spreek ook veel studenten die klagen over gebrek aan ambitie. Want dat is natuurlijk de andere kant van het verhaal. Als je ziet dat er zoveel studenten deelnemen die vervolgens ook niet altijd de keuze maken waar ze gemotiveerd voor zijn. Die zich ook niet altijd voorbereiden. Er zijn de klachten over hun eigen ambitie van de studenten. Nou, dat als ze zich niet goed voorbereiden... Eigenlijk. Ja, dat vind ik allemaal veel te ver. Dat vind ik echt... Ja, dat vind maar ik nee, echt gewoon maar waar, winstgebrek aan ambitie bedoelt u? Er zijn klachten over een gebrek aan ambitie. Maar is nee, dat van nee, de studenten? Van de studenten. Er zijn studenten die zeggen... Ik word niet voldoende uitgedaagd. Oké, dus de ambitie van de docent. En dat moet de ambitie van de docent zijn. Okay. Maar wat ik probeer te zeggen is dat ik vaak ook groepen tegenkom... waarin sommige studenten enorm gemotiveerd zijn, veel ambitie hebben... en eigenlijk vinden dat die docent veel te veel hetzelfde als in het boek staat te vertellen. Er zitten in collegezalen ook studenten die dat boek nauwelijks gelezen hebben... en niet voorbereid hebben. En de vraag is nu... Welke norm zou een docent moeten hanteren? En ik vind dat je zoveel mogelijk studenten toe moet laten. Die willen en die kunnen. Maar je mag ook iets van studenten vragen. En ik wil ook iets doen voor die studenten die nu zeggen... ik word onvoldoende uitgedaagd. Dus ambitie aan twee kanten. Dat is ambitie aan twee kanten. Maar dit hele proces is een proces van wederkerigheid. Ik herinner mij de grijze oudheid. Toen ik begon met studeren, toen was het ongeveer het eerste wat wij te horen kregen... Over een jaar is de helft van jullie nog over. Hè? En dat betekende dus, de helft gaat niet slagen voor die tentamens. En zoek het maar uit, bij wijze van spreken. En 3 jaar later, toen ik mijn kandidaat had gehaald... toen kregen de docenten te horen... je moet hogere cijfers geven, want anders dan houden we te weinig studenten over. Nou, we zitten in principe nog steeds in die laatste fase, zal ik maar zeggen... Maar moeten we niet eigenlijk terug naar een universiteit die zelf veel ambitieuzer is? Voor een deel wel. Daarom wil ik ook af van een kwantitatieve doelstelling. En daarom wil ik ook af van de vanzelfsprekendheid waarmee we het universitaire onderwijs waarderen. Als eigenlijk het enige wat mogelijk is om een goede carrière mee te krijgen. Omdat de consequentie daarvan is in die combinatie dat je aan kwaliteit inlevert. Want wil je al die studenten laten afstuderen, dan gaat de norm op een gegeven moment onherroepelijk omlaag. Maar en waarom dat zou zegt u het dan niveau niet gewoon, van het universitaire onderwijs. Waarom zegt u niet gewoon de universiteit moet moeilijker worden? Waarom zegt u dat niet gewoon? Ik zeg dat het onderwijs op de universiteit intensiever en uitdagender moet. Ja, wat is dat uitdagender? Nou, dat daar betekent, kan ik niks mee. Nou, dat betekent dat het voor studenten, dat die minder, nou dan kom ik weer terug op dat punt, minder alleen maar die kennisoverdracht moeten krijgen, maar ook zelf uitgedaagd moeten worden om na te denken over hoe je maatschappelijke problemen oplost, hoe je dat met elkaar doet, dat je feedback krijgt van je docent. En in zekere zin zal het onderwijs dan dus moeilijker worden. Mm-hmm. Maar ik denk als je het studenten zou vragen, dat ze... ook zouden zeggen dat het onderwijs daarmee interessanter wordt. Dus ik vind het begrip moeilijk, vind ik niet passend. Oké, uitdagender, ik maak ervan moeilijker. Maar is het consequentie daarvan dat u eigenlijk wilt, omdat u ook zegt, niet iedereen hoeft naar de universiteit, want je kunt ook op een andere manier carrière maken, dat je toch kleinere universiteiten wilt hebben? Nee, ik wil meer diversiteit tussen universiteiten. Ik wil meer dat zij ook nadenken... welke groep studenten zij nu het beste kunnen begeleiden. En dat moet dan niet elke universiteit hetzelfde doen. De Universiteit Twente, die is net bezig met een nieuw onderwijsmodel... Wat vraagt om veel meer samenwerking. In Maastricht hebben ze probleemgestuurd onderwijs. Dat betekent dat je daar na moet denken vanuit het probleem. In Leiden en Rotterdam hebben ze vrij strenge systemen. Nominaal is normaal, binnen een studieadvies en het tweede jaar... Ik vind niet dat dat per se voor alle studenten het model moet zijn. Want Aleid Truijens met de flexstudent, ik vind dat interessant. Maar voor een bepaalde groep
studenten. Als ik kijk naar, laat ik een voorbeeld, HBO. Jongeren, met name allochtone jongeren in Rotterdam, maar ik heb het zelf ook gezien toen ik rector was hier van de Hogeschool van Amsterdam. Die komen uit gezinnen waar studeren helemaal niet vanzelfsprekend is. Die komen van klassikaal en vrij strenge opleidingen voortgezet onderwijs. Ik weet niet of we die een dienst bewijzen door dat hele onderwijs maar flexibeler te maken. Want je wil ook dat zij wel echt dat diploma halen. En als je zegt van toedeledokie, zoek het maar een beetje uit en je mag er ook 15 jaar over doen. Dan denk ik dat je een groep daarvan helemaal kwijt bent. Nog los van het feit dat academisch onderwijs ook gewoon intensief onderwijs vraagt, waarbij studenten ook met elkaar samenwerken. Maar hier in het interview zegt u, de universiteit is overbevolkt. Wat betekent dat? Nou, dat is niet mijn, die term heb ik niet gebruikt. Oh. Helpt die studentenopstand, of eigenlijk academische opstand, u bij wat u wilt? Of werkt dat juist tegen? Ik ben het afgelopen jaar als voorbereiding op die strategische agenda die jullie noemden, heb ik een hele hoge onderwijstour door heel Nederland gemaakt. Met universiteiten en hogescholen, steeds op regionale basis. Ja. Dus ik merkte daar ook wel het ongenoegen over de kwaliteit van, althans het gebrek aan differentiatie. Want laten we wel zijn, er gaat ook heel veel goed op universiteiten. Er gebeuren daar de mooiste dingen. Maar in die zin ben ik niet verrast door commentaar van wetenschappers en docenten en studenten over het onderwijs en over de relatie met onderzoek. Want vorig jaar heb ik een wetenschapsvisie samen met de staatssecretaris gepresenteerd. En daar weten we ook wat kritiek is van alleen maar te veel publiceren. Daar heb ik ook de les getrokken dat de carrières op de universiteit eigenlijk te veel door het onderzoek bepaald worden en te weinig door het onderwijs. Dus dat er iets mis is, dat wist ik al. Dus ik beschouw die maagdenhuisbezetting. Wat ik daarvan zie is dat dat wel een onderstroom raakt van studenten die vinden dat ze te weinig of niet goed genoeg onderwijs krijgen. Docenten die het gevoel hebben dat ze het eigenaarschap over hun werk verliezen. Maar tegelijk had ik daar de maagdenhuisbezetting niet voor nodig. En blijf ik het ook wel treurig vinden. Ze willen meer inspraak. Helpt dat de boel ook vooruit? Ik denk het wel. Of is het alleen maar lastig? Nee, ik versterk de medezeggenschap. Met het studievoorschot hebben we gezegd, juist ook omdat studenten hun basisbeurs verliezen en dat geld geherinvesteerd moet worden in beter onderwijs, moeten zij daar ook over kunnen meepraten. Dus de medezeggenschap die krijgt vanaf 2015, dus eigenlijk al vanaf nu, want dat heeft al in de staatscourant gestaan, instemmingsrecht bij de hoofdlijnen van de begroting. Dus hoeveel geld gaat er naar welke onderdelen? Er komt binnenkort nog een wetsvoorstel dat de positie van de opleidingscommissies versterkt. Dat vind ik heel belangrijk, omdat een centrale medezeggenschap. Nou, ik ben benieuwd wat we daar zo over horen. Maar voor een grote instelling als de Universiteit van Amsterdam is het best wel ingewikkeld om het gevoel met al die studenten van opleidingen te houden. Dus ik hecht meer aan ook betrokkenheid van de opleidingscommissies. En daarbij komt ook meer invloed voor de medezeggenschap bij het maken van het profiel en de benoeming van collegeleden. Dus ik vind wel dat daar iets te verbeteren valt. Okay. Alleen dat in zichzelf blijven wel formele structuren. Ja. En uiteindelijk moet er ook een cultuurverandering ontstaan. Het moet in het lokaal gebeuren. Het moet wel in het lokaal of op een field lab zoals we tegenwoordig. Ja. Of in interdisciplinaire smart rooms en weet ik veel wat. Dat laten we maar even zitten. Nog even over het miljard dat eraan zit te komen. Ik begreep dat u nu uw miljard belooft, maar dat het eigenlijk pas gaat neerdalen over een aantal jaren. Dus de mensen die zich nu zorgen maken over de huidige situatie, hebben er eigenlijk nog niet zoveel aan. Hoe zit dat? Nee, maar ik ben er altijd helder over geweest. Dat geld komt stapsgewijs. Oké, wat hebben ze volgend jaar? Volgend jaar hebben ze middelen die instellingen nu al uittrekken. Middelen kunnen ook zelf afspraken maken, intern. Dat is dan vooral een interne discussie. We hebben prestatieafspraken lopen die de bedoeling hebben om het onderwijs te verbeteren. Dus ook met dezelfde middelen kan je vaak andere dingen doen. En met de instellingen hebben we afgesproken dat de komende 2 jaar ze gezamenlijk al 200 miljoen
uit, nou ja, andere zaken waar extra. Ze nu aan besteden, dat er meer geld naar onderwijs gaat. Want het gaat eigenlijk om die pot van die leningen, die tegenwoordig voorschotten heten. Ja. En omdat dus, we niet de huidige studenten daarmee lastig wilden vallen, omdat ik dat niet correct vond, want dan verander je de regels eigenlijk tijdens de studie, moeten we iets langer wachten tot dat bedrag echt tot dat forse bedrag van 1 miljard oploopt. Wanneer komt Hoe lang moeten we wachten? Ja. Nou, de top. Vanaf 2018 zijn het echt forse investeringen. Boven dus als je nu studeert, heb je er niks aan? Dat is niet waar, want je krijgt er nu ook al iets voor, omdat we nu al met binnen het huidige budget met verbeteringen bezig zijn. En wat de generaties van de komende jaren krijgen, die krijgen een voucher, waarmee ze ook na hun studie nog weer een deel via leven lang leren terug kunnen keren. En eigenlijk is dat ook een onderdeel van de flex-student. Een soort consumptiebon voor later terugkomen. Ja, dus vind ik nou weer een term die mij niet zo aanspreekt. Omdat Foutje. Ik vind dat, ik heb al vaker gezegd, een universiteit is geen supermarkt. Dus is het ook geen kassa of consumptiebon. Maar ik denk dat we het leven lang leren sowieso veel meer een plek moeten geven. En dan kom je ook, maar dat is vooral, vind ik, voor het overgrote deel die een bacheloropleiding heeft, of misschien een bachelor en een master, en zegt, ik wil wat anders in mijn carrière, of ik heb gewoon nog weer een nieuwe interesse. Om daar de mogelijkheden te vergroten, om dat flex studeren te stimuleren. En de eerste generatie krijgen die voucher. En als dat aansluit, is dat ook gelijk weer de manier om te kijken of we daar dus in die zin is de vraag van Aleid dan beantwoord hiermee? Nou, voor een deel in ieder geval wel. Komt straks nog. We gaan onze andere 3 gasten erbij vragen. Willen jullie op het podium komen? Oké, nu begin jij met... Ja, met Rian. Dus nogmaals, Tariq Subaransing, Ed Donkers van de Brinksma van de Universiteit Twente. En we beginnen met Rianne Letschert, voorzitter van de Jonge Academie. Je bent zelf ook hoogleraar in Tilburg. Maar voorzitter van de Jonge Academie, wil je zo vriendelijk zijn even uit te leggen wat dat is? Dat doe ik graag. Goedemiddag allemaal. De Jonge Academie is een platform van 50 jonge topwetenschappers. Ik vind dat heel erg om dat zelf te zeggen, maar dat is hoe het naar voren wordt gebracht. Die onderdeel is van de KNAW. En die naast een passie voor onderwijs en onderzoek zich bezighouden met wetenschapsbeleid. Dus wat maakt nou dat we een maagdenhuisbezetting hebben? Wat vinden wij daar nou als jonge wetenschappers van? Maar ook een passie hebben voor het communiceren over wetenschap naar een hele brede doelgroep. Dat kunnen basisschoolleerlingen zijn, dat kunnen middelbare scholieren zijn. Dat kan eigenlijk iedereen in de samenleving zijn. Maar het is ook mede opgericht vanuit dezelfde klachten die dit voorjaar zijn opgericht. Het is opgericht vanuit het idee om jonge wetenschappers vanuit allerlei verschillende disciplines bij elkaar te zetten. En inderdaad een stem te geven in het hele debat rondom de toekomst van de universiteit. En niet alleen de gevestigde orde of de generaties boven ons, maar de generatie waar het uiteindelijk ook voor een deel om gaat. Dus een subversief clubje hoogleraren? Nee, het zijn niet alleen hoogleraren. Het zijn van alle soorten. UD, UHD, hoogleraren. Okay. Maar wel subversief, hoop ik. Ja, dat wel. Goed. Je zei in een voorgesprek, eigenlijk wat de minister doet is mooi, maar blijft een labmiddel in vergelijking tot de fundamentele oorzaak van wat er niet goed gaat, en dat zijn de geldstromen. Ja, wat je merkt. Wat is er mis met die geldstromen? Wat is er mis met de geldstromen? Nou, dat is een mooie vraag. Wat je ziet is dat, als het even gaat over onderwijs, hè, dat er al jaren een kleinere bijdrage wordt gegeven per student om te gaan studeren aan de opleidingen. Ja. Ongeveer 50% minder, of 50% meer studenten en 30% minder rijksbijdrage. Ja. Wat je nou ziet is dat opleidingen in de knel komen, niet meer voldoende docenten kunnen aannemen. En bijvoorbeeld in mijn eigen geval, een opleiding in Tilburg, ik moet tweede en derde geldstroomonderzoek binnenhalen om uiteindelijk het onderwijs te kunnen betalen. En dit is de opleiding rechten daar? Dit is, nou, dit is een interdisciplinaire opleiding in victimologie. Dus dat is niet, dat is een onderdeel van. Ja. Maar je kunt dus niet zeggen van, ik wil bijvoorbeeld dat docenten minder onderzoek gaan doen. Want als ik dat tegen mijn afdeling ga zeggen, dan kunnen we de opleiding wel sluiten. En als je dus kijkt naar... Waarom? Omdat ik dan de opleiding niet kan betalen. Dus ik moet
derde en tweede geldstroom onderzoek doen. En tweede, dat weten we allemaal, is van de MBO. Derde is meer het contractonderzoek. Om te kunnen zorgen dat ik die 80 studenten per jaar op het niveau zoals ik dat wil, onderwijs kan geven. Waarbij het ook nog eens zo is dat ik het liefst, want ik ben heel erg voor het uitdagen van studenten. En het liefst zou ik mijn opleiding die nu ongeveer 80 à 100 studenten bevat, willen delen in tweeën. Zodat ik 2 keer 40 kan onderwijzen. Maar dat is financieel niet daarvan? Haalbaar. Nou, dan heb je veel meer interactie met een student. Okay. In plaats van nu 80. En, maar het is niet te betalen. Dus uit economische overwegingen moet ik zelf, had ik nooit gedacht, want ik ben nog steeds jong, bijna 40, dat ik die keuze zou maken als nu instituutsdirecteur. Dat ik dus niet meer kan kiezen voor kwaliteit, maar dat ik moet kiezen voor, kan ik die docent überhaupt nog in dienst blijven houden? Ja, als ik dus die groep 80 studenten en, laat en zijn. En wat is nu even terug naar die geldstroom, want kijk, dat het te weinig geld is, dat is duidelijk. Maar hoe zou dat dan anders moeten, behalve dat er meer? Ja, ik denk, we willen natuurlijk allemaal meer geld. Ja, dat precies. Is een makkelijk argument. Heel veel sectoren, zorg, heel veel sectoren hebben natuurlijk last van minder geld. Maar wat je nu ziet, is dat we gefinancierd worden op basis van output. Dat heeft ten aanzien van studentendiploma's, maar ook ten aanzien van bijvoorbeeld promotie. Het afleveren van promoties. En dat soort perverse prikkels, we zouden daar toch eindelijk een keer vanaf moeten komen. En hoe zou je dat dan doen als je dat niet meer wilt? Want, ja, dat zou ik van de minister graag willen horen. Van als we kiezen voor kwaliteit, hoe gaan we dan ook zorgen dat we dat op een dusdanig manier kunnen financieren? Nou, dat komt goed uit, want de minister had het gisteren volgens mij in het interview ook over perverse prikkels. Ja, ik deel dat ook. Ik vind dat dat ook perverse prikkels zijn. Maar een deel van die perverse prikkels, die hebben we al wel aangepast. Want het is niet zo dat universiteiten alleen maar per afgestudeerde student betaald krijgen. 80% van de financiering voor onderwijs loopt gewoon via het aantal studenten dat er is. 20% dus het aantal studenten wat studeert, op dit moment studeert. Op dit moment. Ja. 20% is gebaseerd op diploma's. En dat vind ik ook niet zo heel raar, want een student of een universiteit moet ook gestimuleerd worden om die student die ook moet lenen, daar niet langer over te laten doen dan nodig is. Anders zou de universiteit er belang bij kunnen hebben om studenten maar zo lang mogelijk te laten studeren. Bij het onderzoek hebben we ook gezegd, er wordt te veel op aantallen publicaties afgerekend. Gelukkig hebben de universiteiten daar zelf, en wordt met een CEP-protocol, daar zal ik verder niet over uitweiden, al afspraken gemaakt met mij ook om die publicaties minder te laten wegen. Mm-hmm. En we gaan ook de promotiebonus beperken. Zodat je alleen maar geld krijgt als je maar zoveel mogelijk promovendi aflevert. Want ook dat zijn allemaal dingen die over kwantiteit gaan. En ik wil dus in zijn algemeenheid, en daar begon ik net ook al over, wil ik af van die prikkels op kwantiteit. Maar ik kijk dan ook wel naar universiteiten zelf. Want ik kan, op jouw voorbeeld is het voor mij moeilijk om in te gaan, omdat ik de details daarvan niet ken. Maar universiteiten krijgen uiteindelijk, zoals er in de rest van het onderwijs ook, krijgen ze dat geld als een lump sum. En vervolgens moeten ze dat ook zelf gaan verdelen. Dus je moet het ook binnen je eigen universiteit bevechten. Nou ja, ik vind ook, niet elke universiteit hoeft elk onder- of onderwijsgebied even belangrijk te vinden. Als je echt wil profileren, dat kan op inhoud, dat kan op onderwijs aanpakken. Dan moet je zeggen, als je dit en dit wil doen, dan moet je vooral daar zijn. En dat betekent dat zij daar zelf dus ook een verantwoordelijkheid hebben. Ik heb het gevoel dat Tariq nu iets wil zeggen. Want ja, dat ik wil altijd er wel eens overkomen. Maar er zit wel een fout. Stel je nog even voor wat je positie was bij het Maagdenhuis. En, sorry, ik ben Tariq Subransing, voorzitter van de Centrale Studentenraad. Wij waren niet, de bezettingen op Maagdenhuis zijn vanuit actiegroep gekomen. Daar zijn wij niet direct aan gelieerd. Maar we hebben natuurlijk wel veel met elkaar te maken gehad. Zeker aangezien dat mijn directe achterban is. En we zijn niet altijd met elkaar eens, maar een aantal punten wel. En als het bijvoorbeeld gaat over de bekostiging, en de minister zegt dan, maar 80% van de bekostiging, dat loopt gewoon via studentenaantallen en 20% loopt via diploma's, dus eigenlijk valt het wel mee. Dan denk ik, als dat waar zou zijn, dan zou het misschien wel meevallen, maar dat is niet het geval. Alleen maar de nominaal studerende studenten die worden bekostigd, maar de studenten die 4 jaar over zijn bachelor doet, wordt niet vanuit het ministerie bekostigd voor dat 4e jaar. Met als gevolg dat de universiteiten uiteindelijk zo snel mogelijk die studenten er doorheen willen halen, want anders kosten moeten ze zelf gaan betalen. Ze krijgen voor 3 jaar geld. Ja, en dat is een gigantische fout
in dit systeem, waarvan ik nog graag hoop dat het een keer opgelost wordt. Ze krijgen meer geld, ze krijgen niet alleen voor 3 jaar geld, maar er zit natuurlijk wel een grens aan. En waar we volgens mij het gesprek met elkaar over moeten voeren, even los van het feit dat er geld bij moet, hè, want dat vind ik ook, wil je dat uitdagende, intensieve, kleinschalige onderwijs organiseren, dan moet er echt geld bij en gelukkig komt dat er dan ook bij. Maar we moeten ook met elkaar nadenken over hoe je die middelen op een goede manier binnen een universiteit verdeeld en de universiteit daar met de medezeggenschap afspraken over maakt. Wat vinden we nu binnen die eigen universiteit? We kunnen het aan de rector vragen. Als er een afdeling bij u op de mat staat. Ja, nou, wij moeten dus meer geld, meneer de baas. Kan dat? Ik ben het eigenlijk toch wel met mijn linkerbuurvrouw eens. Want kijk, een van de dingen is, als je werkelijk kijkt naar de universitaire begrotingen, dan zijn dat uiterst complexe dingen die eigenlijk door niemand helemaal doorzien worden. Dus met de richtlijn... Ook dat niet door de rector? Zelfs niet door de rector. Nee, ik ben daar heel open over. En ik denk dat iedereen die eerlijk is, toegeeft dat dat zijn administratieve gedrochten geworden, waar we telkens weer proberen terug te vechten. Wij hebben in de periode, ik ben nu 6,5 jaar rector, elke paar jaar weer de discussie, hoe krijgen we de structuur van deze begroting eenvoudiger? Maar toch maar even iets hoger, want ik ben het erg met mijn linkerbuurvrouw eens. Uiteindelijk is datgene wat telt voor de groepen, de leerstoelen of de vakgroepen binnen de universiteit, ze krijgen hun geld linksom of rechtsom. En een deel van de inkomsten is via onderwijsinspanningen en een ander deel is via onderzoeksinspanningen. En in feite ontlenen zij hun bestaan aan de combinatie van die geldstromen. En ook als je er iets tussen schuift ten koste van de een en de ander, als zo'n geldstroom, maar dat geldt eigenlijk voor beide, dus belangrijk kleiner zijn dan wat je zou nodig hebben voor je taken, dan heb je een probleem. Ja. En in die zin is het zelfs, dat is met de meeste complexe systemen zo, die zijn tamelijk robuust tegen verschuivingen. En als je hier wat draait, dan gebeurt daar iets wat je niet wilt. Ik zou zeggen, aan de ene kant is het helemaal niet zo makkelijk om daar een goed geïnformeerd debat over te hebben. Het veronderstelt ontzettend veel kennis. En het tweede is, at the end of the day is daar gewoon een groep en die krijgt geld voor onderwijs en onderzoek. En dat is voldoende voor wat ze willen en moeten doen, of het is niet voldoende. En zo niet, dan gaat het knellen. En ik denk dat een hoop van wat we nu zien komt uit de frustratie. Dat men eigenlijk niet goed weet, wat moet ik nou doen om die positie te verbeteren? En wat wil men van mij? En wie is men? Wat wil men? Dat is heel interessant. Dat kan zijn de decaan. Dat kan zijn het CVB en de rector. Nou, dat kan zijn de minister over personeel, of de politiek. Ja, nee, ik denk vaak dat we helemaal niet zoveel consistentie hebben in de tijd. Dus ik vind het erg interessant dat we hier nu zitten ten aanzien van een maagdenhuis. En inderdaad, ik behoor tot die verwende generatie van de inleiding. Dan heeft dat inderdaad voor mijn generatie ook zo'n klank van, oh jee, nou is er wat aan de hand, want het maagdenhuis is bezet. Maar ik had de bijzondere eer om 4 jaar geleden als rector met 800 hoogleraren en alle rectoren rond de Hofvijver te lopen. Was nog nooit in Nederland gebeurd om in essentie tegen dezelfde dingen te protesteren. Ja. Is door de politiek geheel terzijde geschoven toen. Nee, ik bedoel, wij dachten zelf... Niet erg effectief dan. Hè? Nee, dat is dus... Maar dat ben ik niet helemaal met je eens, want dat was ook tegen de langstudeerboete. En die is uiteindelijk niet doorgegaan. Dus nou ja, maar daar gaan we ook nu nog niet wel even over hebben over hoe die niet is doorgegaan. We gaan nu niet over de langstudeerboete hebben, want die is niet doorgegaan. Maar dat is wel een prachtig voorbeeld van het wisselbadbeleid dat instellingen over zich uitgestrooid krijgen. Dat is namelijk dat die eerst wordt ingevoerd met meerderheden. Dan op een gegeven moment komt er een wisseling, ja, die politiek te begrijpen valt. Er is een nieuwe coalitiebesprekingen en dan kun je er iets anders tegen aankijken. En dan in de maand dat het was ingevoerd, werd het teruggetrokken. Ik wil niet weten wat ons dat gekost heeft als instellingen. En ik begrijp dat dat... Maar wacht even. Laten we even teruggaan naar de vragen waar we het over hadden. Voordat we het nu weer gaan hebben over totaal andere dingen. Ik wou niet afleiden. Het ging mij om dat je wil graag... onderwijs is een zaak van midden- en lange termijn. Daar wil je graag stabiel beleid op. En als elke paar jaar het paradigma weer wisselt over wat belangrijk is, dan heb je sowieso een probleem. En dat slaat ook neer in complexiteit. Maar het uitgangspunt was dat we hier een probleem hebben, omdat die maagdenhuisbezetting, daar is het mee begonnen. Dus laten we het nu niet hebben over dat er geen probleem is of dat we Nee, er is een probleem.
Maar ik zeg, dat was al een stuk ouder. En er zijn andere aanwijzingen dat dat zo was. Oké. Okay. Maar zou ik mogen vragen aan jullie van hoe je het dan wel zou willen hebben? Zodat je minder pervers. Maar hoe meer doe je transparant. Dat? Ik bedoel, daar ben ik ook allemaal voor. Tegelijkertijd hoor ik de universiteiten ook altijd zeggen, althans in de gesprekken die ik met ze heb, is altijd, bepaal nou maar minder vanuit Den Haag. Geef ons nog meer het geld en dan weten wij wel wat Tariq, wat is het antwoord daarop? En dan vraag ik me ook af of dat moet. Is die vraag te beantwoorden? Ik wil eigenlijk eerst even nog naar de column van Aluid gaan. En dan kom ik terug op deze vraag. Want Aluid schetst een beeld van de student in jullie generatie. En als ik kijk naar de student, naar deze generatie of naar mezelf als student, dan was het bij mij thuis helemaal niet vanzelfsprekend om naar de universiteit te gaan. Sterker nog, mijn ouders kwamen van het platteland in Suriname. Ze zijn op hun zesde ongeveer achtergekomen hoe een toilet werkte. Ze zijn op hun tiende naar Nederland gekomen en dachten dat sneeuw hetzelfde was als ijsblokjes die uit de lucht vielen. Als product daarvan ben ik daar uitgekomen en mocht ik me... Lig je een beetje op schema eigenlijk? Volgens mij gaat het goed. Okay. En ik ben de eerste in mijn familie die uiteindelijk mocht gaan studeren. Ik had werkelijk waar nog nooit van het maagdenhuis gehoord. Geen idee wat het was. Mijn allereerste college vond in deze zaal plaats. En toen werd het me wel verteld. Maar ik verstond, of ik begreep de hoogleraar gewoon niet helemaal, omdat hij woorden gebruikte waarbij ik dacht, ja, sorry, waar heb je het over? Kan je nog één keer uitleggen? Maar dat ging te snel. Gelukkig werden ze later na opgenomen en kon ik het terugkijken. Maar wat me opviel was dat er ontzettend veel van ons gevraagd werd. En niet alleen maar hier in de collegezaal, waarbij je moest presteren en honors en talentprogramma's. Maar ook in de maatschappij in zijn algemeenheid. Je moet zo snel mogelijk, zo succesvol mogelijk worden. Je moet je cv opbouwen, je moet baantjes. Je moet vaardigheden kunnen hebben, maar tegelijkertijd ook twee diploma's. En dan tegelijkertijd nog een sociaal leven hebben. Je moet je familie en vrienden kunnen zien, enzovoort, enzovoort. Maar nu de vraag, hoe kan het beter? Je wilt tijd en ruimte om het gesprek met elkaar te kunnen voeren. En volgens mij is dat... Wie zijn elkaar? Docenten en studenten? Nee, volgens mij komt dat op elk niveau terug. Dit is de wens die je hebt in het klaslokaal. Je wilt met de docent in discussie kunnen gaan over wat nou de actuele... wat het actuele wetenschappelijk debat is binnen het politicologisch veld, waarom het nieuw public management al dan niet gefaald heeft en waarom we naar een nieuw values management en gebeurt dat nu niet? Nee, dat staat onder druk, want je hebt een vak en dat moet binnen 7 weken afgerond zijn, want in week 8 heb je tentamens. En binnen 7 weken moet je een gigantische hoeveelheid stof hebben doorgenomen. En dat moet maar snel. En dan heb je ook maar nog dan een kom tweede je toch daarnaast. Even met Bastiaan Bommelier, als je het goed vindt. Dat de Nederlandse student toch de luiste student van Europa is. En dat de... Even kijken hoor, ik heb het overgeschreven. En dan komen we op het rendementsdenken. Van in hoeveel tijd haalt... Ja, je haalt die zijn bachelor. Die staat dus voor 3 jaar betaald door mevrouw Bussemaker... Nee, 47% in Nederland haalt de 3-jarige bachelor in 4 jaar. Het streven van Lissabon, dus het Europese streven, is dat 70% de 3-jarige bachelor in 4 jaar haalt. In Duitsland is het 77%. Dus ik heb de indruk dat het enorm meevalt met dat geweldige onderdruk staan in Nederland. Maar, wat denken de anderen daarvan? Dat wil ik ook wel eens even horen. Want dat was het verhaal van het Maagdenhuis inderdaad. Is het waar of niet, hooggeleerden? Mag ik... Nou ja, er zijn verschillende dingen. Ik ben wel eens met Alain Truijens. Het wegzetten van studenten als lui in Nederland, daar klopt iets niet aan. En er zijn hele grote groepen die het fantastisch doen. En ik wou dat ik vroeger zo'n student was geweest. Dus dat wil ik heel hard zeggen. Geeft u zelf nog les? Ja, ik geef zelf nog les. Oké. Okay. En omdat ik het belangrijk vind en omdat ik inderdaad een aanhanger ben van de theorie, ook als rector, dat onderwijs der primaire taken de meest primaire is. Daar heb ik helemaal geen moeite mee, dat doorleef ik helemaal. Maar nu even over die studenten. Volgens mij denk ik dat het Nederlandse onderwijsstelsel gebaat is inderdaad bij een meer intensieve en uitdagende vorm van leren. En daar ben ik het helemaal eens met wat de minister zegt.
En dan zie je, dat zijn dingen die proberen wij in Twents onderwijs... Maar waarom is het rendement zo laag in Nederland? Nou, gewoon omdat je moet, denk ik, werkvormen en eisen stellen aan studenten die zij zelf ook al zinvol ervaren. En dan gaan ze aan het werk. Dat zien we in university colleges. Okay. Dat zien we met probleem- en projectgestuurd onderwijs, zoals we dat gebruiken. De context bepaalt een hele hoop. De studenten zijn namelijk net als wij. Ze hebben 50.000 dingen te doen. En datgene wat het meest zeurt of aandacht trekt, daar gaat die aandacht naartoe. Oké, en dat vindt Rianne Letjes ook? Nou ja, ik deel sowieso dat wat ik zie met een student nu en een student 10 jaar geleden, is dat een student nu aan veel meer eisen moet voldoen. Niet zozeer in de opleiding, maar in de maatschappij. Dus dat betekent dat een student veel minder kiest voor de leuke bijbaantjes, maar kiest voor de baantjes die passen op het cv. Dus dat is een hele andere mentaliteit dan toen ik eigenlijk studeerde. Ik kon nog in de kroeg een bijbaantje hebben. Nu gaan ze bij de rechtswinkel of bij wat het dan ook is in hun discipline. Wat ik daarnaast ook zie, en ik voor mijn werk ben ik natuurlijk veel op universiteiten in het buitenland, vanwege mijn vakgebied. En wat je daar ziet, is dat studenten meer uitgedaagd worden dan wij doen. Veel meer contacturen hebben. Dan gaat het niet over 4 uur, werd net genoemd, of 10 uur. Dan gaat het soms over 4 volle dagen in de week. Ja. En dan is het, hè, dat kan de Socratische methode zijn, dat kan probleemgestuurd onderwijs zijn, noem het allemaal maar. Maar wel echt veel meer dan wat wij bieden. En hoort dit op de langere termijn tot de mogelijkheden? Want ik hoop dat het is nu wel vrij extreem inderdaad, die 4 uur. Die, wacht even de minister. Kan dit tot de mogelijkheden behoren op de lange termijn? Want dat er inderdaad echt veel meer... Ja, wat mij betreft wel. Dat is topprioriteit nummer 1. Dus ik ben het helemaal met jullie eens. Dat onderwijs uitdagender moet. Kijk, onze studenten, dat geldt trouwens voor een deel ook wel voor leerlingen algemener. Die zijn niet heel erg gemotiveerd. En ik vind dat kan je niet alleen de leerling en de student verwijten. Nou ja, je kunt dus beginnen met de vraag waarom dat is. Nou, precies. Een van de redenen waarom dat is, is dat ze niet voldoende uitgedaagd worden. En dat je in die prioriteiten, dat blijkt wel uit internationaal onderzoek, dat Nederlandse studenten in alle dingen die je belangrijk kan vinden, hun studie minder belangrijk vinden dan in andere landen. Dat heeft misschien ook mee te maken dat we misschien soms onvoldoende beseffen hoe bijzonder en belangrijk het is dat je aan zo'n opleiding kan beginnen. Maar het begint er vooral mee dat het onderwijs niet uitdagend genoeg is. Maar dan kom ik wel weer terug op die wederkerigheid. Je mag hoge eisen stellen aan de universiteit, maar je mag ook aan studenten vragen dat ze daar goed mee omgaan. En overigens, als ze in de tijd buiten hun studie in een wetswinkel in plaats van in een café gaan werken, dan juich ik dat alleen maar toe. Want ik vind dat daar ook veel te veel van spelfsprekendheden zijn. En iedereen veel te veel hetzelfde doet. Dus ga kijken waar je toegevoegde waarde hebt, waar je zelf ook wijzer kan worden. En dat voor een heel groot deel begint dat op de universiteit, maar in de samenleving daarbuiten. Zoals de Academie van de Stad in Amsterdam doet. Studenten kunnen ergens goedkoop wonen in een buurt waar grote sociale problemen zijn, waar gebouwen leeg staan, maar er wordt iets van ze teruggevraagd om ook iets voor die buurt te doen. Ja. Dus je doet iets met onderwijskunde, dan ga je ook, dan doe je daar in die buurt iets op een school. Dat vind ik mooie projecten. Ja, ik wil even misschien nog voor de docent die zit te kijken of te luisteren in de zaal wel nog een pleidooi houden. Dat wat ik zie is dat heel veel docenten ontzettend veel tijd en moeite in hun onderwijs steken. Maar uiteindelijk, zeker als het docenten zijn die gepromoveerd zijn, wat je het liefst eigenlijk wel zou willen, en die ook een wetenschappelijke carrière ambiëren, dat de werkdruk tegenwoordig zo dusdanig hoog is dat uiteindelijk het onderwijs de sluitpost gaat worden. En waarom? Je wordt door het college van bestuur, door je decaan, door je peers, uiteindelijk afgerekend op je onderzoek. En die werkdruk, daarvan zeg ik van daar moeten we echt met z'n allen ook een keer naar kijken. Want als er nu jonge collega's tegen mij zeggen, goh, Rianne, wat jij doet is geen voorbeeld meer voor mij, maar 5 jaar geleden nog wel, dan gaan we een kant op waarbij je dus hele jonge, goede docenten, goede onderzoekers verliest, omdat die zeggen, dit wil ik niet meer. Maar is het probleem niet veel meer op dit moment dat er veel te veel onderzoek is en dat er eindeloos veel promoties zijn waar niemand op zit te wachten? Dit zijn alweer van die ruim generaliserende voorbeelden. Nou, het is een vraag. Nee, ja, inderdaad. Maar ik bedoel, het is niet makkelijk, want het veronderstelt, het is zo'n gouden indruk dat dat dan meteen overal zou zijn. Maar ik wou, ik kom bij die vraag, maar ik wou gewoon even reageren ook op dat andere.
Dat is niet helemaal waar. Ik bedoel, wij zijn bezig bij onze tenure-trackers die wij aanstellen. Zijn onderwijsprestaties gewoon direct onderdeel van het beoordelingsinstrumentarium? En ik zie dat dat elders ook steeds meer gebeurt. Wij hebben in Twente de keuze gemaakt om naar een intensiever onderwijsmodel te gaan. En ja, niet alleen voor de techniek, maar ook voor de sociale wetenschap. Dat levert trouwens dan ook heel wat gekreun bij die doelgroepen in eerste instantie op. Omdat het een omschakeling is die je ook moet binnenhalen. Maar de doelgroep, dat zijn de studenten? De studenten, maar ook de docenten moeten daarin. Maar dat doen wij nu. Maar daar is dus heel weinig ruimte voor. Eigenlijk heb ik dringend behoefte aan dat geld dat de minister in het vooruitzicht stelt. En wat maar er is geen ruimte voor, betekent er is geen geld voor? Nou, dit gaat ten koste van dingen. Dus ik doe een enorm beroep op mijn academische gemeenschap om het onderwijs, zoals ik vind dat het gegeven moet worden, te laten geven. En dat legt een enorme tijdsdruk daarop. En mensen zijn loyaal, ze willen dat graag doen. Maar of, ja, ze kunnen er onder de druk dat ze meer moeten doen dan er in een dag past, af en toe toch iets laten vallen in het onderwijsdossier. Of inderdaad, dan komt er een onderzoek en daar zie je vaak, dat heeft veel meer met die promovendi heeft het minder te maken, het heeft met het geldstromenmodel te maken. Het succesfactor in het binnenhalen van onderzoeksgelden, wat een noodzakelijk onderdeel is van een moderne universiteit, die succesrate gaat naar beneden. En dat betekent dat mensen eigenlijk aan alle die kanten... Die gaat bij jullie beneden omdat ze zoveel tijd nee, en aandacht Nee. Dit is een extern gegeven. Maar er zijn mensen die, laten we zeggen, inderdaad klagen. Ja, nu heb ik minder tijd om bijvoorbeeld onderzoeksaanvragen in te dienen. Wat zegt de minister? Nou ja, ook daar volg ik de redenering voor een heel groot deel. Dat is een belangrijk onderdeel ook in de discussies voorafgaand aan de wetenschapsvisie en de visie zelf. Dus ik denk dat het geld voor onderwijs nog wel, ook daar is wel iets afgegaan, maar veel meer gelijke tred heeft gehouden met het aantal studenten. Bij het onderzoek zien we gewoon dat we minder onderzoeksmiddelen hebben dan ik ook graag zou willen zien. En dat heeft alles te maken met vroeger hadden we VES-middelen en die zijn daar niet meer. Terwijl dat is ik het nog gas. Wel heel veel zie dat op universiteiten carrièrepaden uiteindelijk bepaald worden door hoe succesvol je bent in het onderzoek. En ik vind onderzoek belangrijk en ik vind dat universiteiten, daar zijn Nederlandse universiteiten een voorbeeld voor heel veel andere universiteiten, kijk naar Duitsland, de relatie tussen onderzoek en onderwijs wezenlijk is voor een universiteit. Maar ik zie wel, als je ook kijkt naar interviews met docenten, dat lesgeven niet hun eerste en ook niet hun tweede en doorgaans ook niet hun derde prioriteit is. En dat doen we ook met elkaar, omdat we het niet belangrijk genoeg maken. Dus ik vind het heel mooi te horen dat men dat in Twente anders doet. Ik zie ook een paar universiteiten die heel mondjesmaat ook onderwijshoogleraren benoemen. Vind ik interessant. Natuurlijk moeten ze dan ook goed zijn in onderzoek. Maar ze doen het minder. Maar ze doen dan minder onderzoek, maar ze zijn misschien wel de topdocent van je universiteit. Dus ik zou universiteiten ook wel op willen roepen. Zorg dat je daar dus ook carrière-mogelijkheden voor creëert. En niet je beste docenten kwijtraakt. Omdat iedereen alleen maar aan het concurreren kan dat, volgens is de jonge academie. Ik ben het helemaal eens. Maar in 2010, dat is al lang geleden, heeft de jonge academie een advies uitgebracht. Dat heet rendement van talent. En dat ging precies hierover. En dat ging over de pluriforme wetenschapper die wellicht heel goed in onderwijs is. Soms wat meer top in onderzoek. En dat je die diversiteit ook een kans kan bieden. Maar dat was in 2010 met aanbevelingen voor ministerie, voor college van besturen. De hele wetsrats. En daar is niks mee gebeurd. Dus dat idee van, we gaan inderdaad, ja, behalve dan die voorbeelden die u noemt. Hè, nou, in de wetenschapsvisie is dit echt een belangrijk thema. Ja, maar de visie en de werkelijkheid, ja, dat precies. Is nu interessant. Okay. Op de werkvloer, op de afdelingen, daar zie je nog steeds. Ik heb nou afgelopen mei de VIDI binnengehaald. Ik ben ineens daar. Leg even uit wat een VIDI is. Dat is zo'n persoonsgebonden subsidie. Terwijl eigenlijk, als ik mijn onderwijs goed doe, dan krijg ik nooit de bloemen en wat goed. Nee. Dus je wordt nog steeds op je afdeling, en hoe binnen je faculteit. En hoe ervaart Tariq dat? Want die ziet als student die docenten langs bekomen. Die ook liever onderzoek doen kennelijk dan onderwijs. Wat zie je daarvan als afnemer, zou ik maar zeggen? Soms is dat heel inspirerend. Dus soms heb je docenten die dan dus met name onderzoekers zijn en die toponderzoek verrichten en die je daarin kunnen meenemen. Soms vindt de
onderzoeker in kwestie het dan wat minder interessant dat hij ook nog onderwijs moet geven. En dan wordt er ook gesproken over onderwijslast die dan docenten. En dat laat hij ook merken dan. Daar heb je als student ook last van. Ja. Maar wat je ook heel erg veel hebt, is junior docenten. Dus dat zijn dan pas afgestudeerde masterstudenten die wel willen promoveren, geen promotieplek kunnen krijgen, maar dan aangenomen worden om om de werkgroep te begeleiden waar zogenaamd dan de verdieping moet plaatsvinden, maar ze het eigenlijk ook nog niet helemaal weten. Maar wat is nu de praktijk van jullie onderwijs? Wordt dat gegeven door AIO's bij wijze van spreken die nog aan het promoveren zijn? Of zie je ook wel eens een schim van een hoogleraar voorbij komen? Je ziet af en toe een schim van een hoogleraar voorbij komen. Ja, dat vindt de opleiding niet leuk, maar ik zeg het toch. Dat wordt per opleiding echt anders ingevuld. Dus daar kan ik geen super correct beeld van weergeven, anders dan mijn eigen ervaring, waarbij ik die hoogleraar, overigens weet ik dan weer totaal niet welke docent een hoogleraar is en welke weer niet. Nee, vaak weten ze dat niet. Nee, dat klopt. Je weet alleen wie goed is en wie niet goed. Exact. Ja. Maar daar krijg je dan meestal de hoorcolleges van. En de praktijk is dat je hopelijk de AIO, maar meestal de junior docent zonder onderzoekstaak de werkgroep krijgt. Ja. We zijn begonnen over een strategische agenda waar de minister mee komt over een paar weken. Ik zou graag van alle drie de gasten willen horen wat daarop zou moeten staan volgens jullie. Dan kunnen we daarna vragen aan de minister of het een beetje in de richting komt. Tariq, wil jij beginnen? Wat moet er op zo'n agenda staan? In navolging van dat we dat goede gesprek met elkaar willen. Ja. En dat je het gesprek over onderwijs wilt voeren. En wat minder over hoe de begroting van de universiteit eruit zou moeten zien. Hoop ik dat de versterking van opleidingscommissies. Dat is geen medezeggenschapsorgaan of nog niet. Maar dat is een soort van adviesclubje bestaande uit studenten en docenten van de betreffende opleiding, die dan af en toe advies mag geven aan de decaan. Ik hoop dat dat een sterkere positie krijgt binnen universiteiten en ook binnen hogescholen overigens. Want ik denk dat je daar het gesprek over het onderwijsbeleid, over de vakken, zelfs over toetsing zou moeten kunnen voeren. En dan op zo'n manier dat de opleidingsdirecteur ook daadwerkelijk moet luisteren naar de opleidingscommissie en niet dankjewel voor het advies kan zeggen, maar dit is het plan. Ik hoop dat dat ook onderdeel wordt van de agenda. Zullen we de minister meteen vragen of het erop staat? Want dan kunnen we het niet meer vergeten. Nou, sterker nog, we hoeven helemaal niet op die strategische agenda te wachten. Want een deel daarvan zit in een wetsvoorstel versterking bestuurskracht. Dat is dus ook een wetsvoorstel. En dat betekent dat er ook echt wettelijke bepalingen voor universiteitsbestuurders aan vastzitten. En vorige week heb ik de brief over accreditaties, dus de kwaliteitsbeoordelingen van opleidingen, naar de Kamer gestuurd. En ook daar staat een versterking van de opleidingscommissie in. En ook van de rol van studenten bij het beoordelen van opleidingen. Bijvoorbeeld om een eigen hoofdstuk te schrijven. Maar komt dat er dan ook een beetje snel? Nou, dat hangt van de Kamer af. Wat mij betreft gaan we dat zo doen. Dus als iedereen dat een goed idee vindt, daar wil nog iets zeggen. In het veld iedereen het mooi vindt en in de Kamer, dan is het geregeld. Okay. Maar op het moment dat de opleidingscommissie dan zegt van neem maar, hey, luister eens, opleidingsdirecteur, dit is niet het plan. Dit is niet wat wij als studenten en docenten van deze opleiding voor ogen hebben, voor deze opleiding. Wat wij hier missen zijn toetsen die niet alleen maar multiple choice zijn, maar ook open vragen bevatten. Wat gebeurt er dan? Zeg maar, blijft het alleen bij een mager adviesrecht? Of staat er ook iets als een instemmingsrecht tegenover? Nee, maar dat hangt natuurlijk van het geheel af. Want het moet niet alleen gaan over wat studenten van een opleiding vinden, maar we willen ook weer meer naar kwaliteitsbeoordeling door kritische collega's. Zodat het niet het is nu gewoon een hele bureaucratische toren. Ook dat is een van de grote frustraties, hoor ik vaak. En daar moet de rol van studenten, die loopt daarin mee. Maar die kan niet alles bepalend zijn. Want er zijn meer dingen die de kwaliteit van een opleiding bepalen. Meneer Brinksma daar anders over denkt. Maar mogen docenten en studenten eigenaar zijn van de opleiding? Dat is de boodschap die achter die brief over accreditatie zit. Dat ik vind dat degene die die opleiding, die daarbij betrokken zijn, en dan vooral ook wel de docenten die hem geven,
Die moeten dat samen met studenten doen. Maar je hebt wel verschil in opleidingen. En een rector heeft daar ook een grote verantwoordelijkheid. De rector, die heeft daar ook iets over. Ja, en soms zijn ze het gewoon niet met elkaar eens. Ja. Om maar eens een eenvoudig voorbeeld te noemen. Kijk, en dan bent u gewoon de baas. Nee, zo werkt dat niet. Oh. Dat is altijd grappig. Op een afstand ziet dat er altijd uit. De marges waarin je daarin kunt sturen, die zijn zoals gebruikelijk beperkt. Je kunt inspireren en helpen om het op te lossen. Bij ons in Twente is een natuurlijk ook een discussie ontstaan naar aanleiding van die Maagdenhuisbezetting. En na een intensieve discussie tussen de studenten hebben ze 2 dagen later gewoon ook een persbericht uitgegeven. Dat ze met de medezeggenschap en hun in principe de invloed die zij in Twente hebben op de gang van zaken, daar hebben ze eigenlijk helemaal geen problemen mee. We hebben toen wel uitgebreid als CVB en anderen met de studenten gesproken. En overigens ook met U-raadsleden en andere leden van de medezeggenschap. En geconstateerd dat wij met z'n allen een gigantisch ander probleem delen. Niemand snapt meer waar wij mee bezig zijn. Ik bedoel, de zaak waar we ons mee, ik zei al die begroting, maar de zaken waar we ons mee bezighouden, de documenten die voorlichten, de richtlijnen en alles wat er is, is zo complex geworden dat er ook maar weinig mensen bereid zijn daar hun goede tijd aan te geven, of ze nou docent zijn of onderzoeker of student. En bedoelt u dan met name datgene wat er uit Den Haag komt? Iets waar wij collectief op verantwoordelijk zijn, maar ja. Ik hoor de minister graag zeggen, en dat heeft ze net gegeven, de regeldruk is een enorme andere niet-financiële last over het systeem. Dus en op die strategische agenda staat wat u betreft, mag het ietsje eenvoudiger? Maar mag het ietsje eenvoudiger? En ik denk dan ook, ik zag daar in de accreditatiebrief ook wat staan, maar dan zie ik ook graag dat het uit het politieke proces komt. Het heeft ook allemaal te maken met het geven van vertrouwen. Het lijkt wel alsof de regels en het spreadsheet-terrorisme, waar wij allemaal onder lijden, er eerder mee te maken heeft. Goed Scrabble woord. Ja, prachtig. Hè? Dat heeft er eerder mee te maken dat als er iets misgaat, dat wij genadeloos kunnen bepalen wie daarvoor verantwoordelijk is. In plaats van de discussie voeren, oké, dit ging mis, hoe zorgen we met z'n allen dat het beter gaat? En ik wens ons allemaal veel meer dat debat. En dat vergt inderdaad mensen die betrokken zijn op inhoud. En ik zie te veel. Wij hebben veel studenten, wij hebben zelfs op terreinen waar de WHW niks zegt, in Twente studentenzeggenschap, het hele sport- en cultuurbeleid. We hebben vorige week een investeringsfonds voor studentenondernemerschap onder leiding van studenten staan. Dat regelen ze allemaal zelf, dus dat kunnen ze ook prima. Ja? Maar ik zie te veel rond die inspraak en die OLC's, zie ik de groep van usual suspects. Dat is een deel van de studenten die dat leuk vinden, dat past ook vaak bij een persoon of ander. En er is een hele grote groep die ook, als ze daar wettelijk recht voor krijgen, denk ik maar een deel van hun tijd gaan inzetten. En dat komt omdat wij niet meer moeten democratiseren. We moeten meer communiceren en het eenvoudiger houden. Ik denk dat dat. Maar wat is nu uw wens, om samengevat? Nou, dus laat ik even zeggen, de minister zinspeelde erop. Internationaal onderzoek wijst uit dat als je dus niet in de afrekencultuur, maar in de vertrouwenscultuur zit en de instellingen tamelijk veel autonomie geeft en ze laat uitleggen waar ze mee bezig zijn, dan krijg je de beste resultaten. Ik zie erg uit naar een ernstige vereenvoudiging van accreditatie, inspectie en ander toezicht, want we worden er soms knettergek. Mevrouw Bussemaker gaat dit regelen. Heb ik precies gehoord. Ik ben het daar echt van op elk punt mee eens. En daarom moeten we ook af van wantrouwen. Wil ik ook zelfs niet van verdiend vertrouwen uitgaan, maar meer gewoon van vertrouwen. Er zijn de meeste universiteiten die verzorgen hun opleidingen goed. En dan moet je niet elke 6 jaar weer helemaal moeten bewijzen. Maar waarom is het dan zo? Dat is in de loop van de tijd is die hele. Want er zijn natuurlijk allemaal ministers geweest die het allemaal eens waren. Nee, zonder enige twijfel. Dit is echt iets, en ik ben het met Ed eens, wat we echt met elkaar gedaan hebben. Dat is niet maar alleen wie, de politiek. Maar wie? De academische gemeenschap, studenten, docenten, de Tweede Kamer, ministers. En ook daar is overigens niet iedereen het mee eens. Maar goed, de richting is dus altijd meer controle. Nee, de richting wordt nu minder op verantwoorden richten, meer op verbeteren richten. Het gesprek zo vormgeven dat op opleidingsniveau nagedacht wordt hoe je het van dag tot dag kan verbeteren. En overigens ook eens dat de medezeggenschap versterken alleen niet de oplossing is. Ik vind het interessant dat veel universiteiten ook aan het experimenteren zijn. Geef dan vijf regels die u af gaat schaffen, dan hebben we wat. Want u, er komt wel veel, maar er moet dus gewoon vertrouwen komen in de richting van meneer Ed. Dus
die wil gewoon minder spreadsheet-terrorisme. Mr. Ed wil minder spreadsheet. Nou, wat gaat u doen? Vijf. Je hoeft dus niet meer elke 6 jaar aan te geven dat je opleiding helemaal van vooraf aan op orde is, als die opleiding Oké, minder accreditatie, terreur is één. Je hoeft niet meer 80, ik hoor nu verhalen van 80 ordners die worden aangeleverd om je accreditie te krijgen. Dat worden er 40? Dat gaat minimaal naar de in zijn algemeenheid de helft van wat aan informatie gevraagd mag worden. De voorzitters van die commissie, die moeten beter geïnformeerd worden over wat ze wel en niet mogen vragen. De opleidingscommissie krijgt een versterkte rol. Dat betekent dat het gesprek gewoon daar plaats kan vinden waar het hoort. Communicatie en minder in allerlei verantwoordingselementen gegeven nog eentje. Hoeft te worden. En dan nog één. Dat betekent dat instellingen weer meer met peers gaan werken. Dus met kritische collega's. En niet alleen met en die dat geciteerd, dat houden we mee op. En het geciteerd. Nou, de promotiebonus die helpt ook om. En we gaan met minder op kwantiteit afrekenen bij publicaties. En meer, en dan volg ik het. En nog even over dat laatste. Want nou, geloof ik bij 800. Ja, dus. Gaat goed. Als in concreet over die citatieindexen. Ga je nou inderdaad zeggen, dat hoeft niet meer? Nee, maar ik ga dat natuurlijk wel samen met universiteiten doen. Want alleen, kijk, ik kom inderdaad van een generatie waar Leid Ruins het over had. Ik heb zelf ook heel lang op de universiteit gewerkt. En ik heb ook wel gezien dat ik in die tijd collega's had die gewoon echt helemaal niks presteerden en niet publiceerden. Dus dat veranderd is, dat is heel goed, maar het is doorgeslagen. Bij ons word je dan ontslagen. Meer moeten kijken. Nou, daarom is het ook goed dat daar wat aan gebeurd is. Ja. Maar ook daar zou één bijzondere publicatie die kwalitatief iets toevoegt, zou belangrijker moeten zijn dan maar zoveel mogelijk willen reproduceren om in al die lijstjes te komen. Oké, Rianne Letscher, tot slot. Wat moet er op die agenda, wat je nog niet gehoord hebt? Volgens mij staat of valt goed onderwijs en onderzoek. Ik zou altijd in combinatie willen blijven zoeken met gedreven wetenschappers, onderzoekers, docenten. En dat betekent dat je moet zorgen dat jonge mensen, zitten hier gelukkig een groot deel in de zaal, dat jonge mensen ook doorgroeimogelijkheden hebben binnen die wetenschappelijke carrière. En wat je nu ziet, is dat het voor heel veel mensen lastig is om vanuit bijvoorbeeld een promotieplek, of überhaupt om een promotieplek te krijgen. Een van mijn AIO's zit hier, die is aan het crowdfunden om geld te kunnen krijgen voor haar promotieonderzoek. Maar voor een jonge onderzoeker of een jonge docent is het heel lastig om die academische ladder te kunnen betreden of om hoger op te komen. Ja. Daarbij moeten we dus gaan kijken, wat betekent dat voor het loopbaanbeleid wat we op dit moment hebben. Zo'n wet arbeids en zekerheid, als ik het een goede naam zeg, stimuleert niet dat wij meer jonge mensen in dienst nemen, want dat wordt allemaal weer veel te duur. Dat merk ik op heel veel afdelingen in onze omgeving. Dus wat ik zou willen is meer focus op loopbaanbeleid voor jonge onderzoekers, waarbij we ook kijken naar diversiteit en dan niet alleen naar vrouwen. Natuurlijk willen we ook meer vrouwen in hogere functies, maar dat is gaandeweg nog steeds te weinig. Ook in Nederland is dat wel aan het gebeuren, maar ook bijvoorbeeld mensen vanuit andere etnische doelgroepen. Daarvan zie ik nog steeds dat het heel lastig is om die doorgroei te kunnen maken. Dus als dat ook op de agenda kan, van hoe doen we dat nou, dat die jonge mensen in de wetenschap blijven en dat we ook een diverse weerspiegeling van de populatie hebben in die wetenschap. Kunnen we dat ook nog regelen vanmiddag? Ja hoor. Het wordt toch een vruchtbare middag, dames, ondanks het weer. Nou ja, maar ook daar hebben we ook wel al ook weer in die wetenschapsvisie wat lijnen over uitgezet. Want ik ben eerder ook met universiteiten afgesproken dat het van heel groot belang is dat zij duidelijkheid hebben over lange termijn financiering. Want als dat er niet is, moet je ook steeds meer flexwerkers inhuren. Gecombineerd met het je geld halen uit de tweede geldstroom is dat ook weer een pervers effect wat je niet wil. Dus daar hebben we al eerder afspraken over gemaakt. Met de middelen uit het studievoorschot komt er dus nog weer veel meer bij, waardoor universiteiten ook beter kunnen plannen. Ik ben het denk ik alleen niet helemaal eens over de wet werk en zekerheid. Want ik hoor ook als een van de grote zorgen van de universitaire wereld, uit de universitaire wereld, dat er zo ontzettend veel flexwerkers zijn. Nog veel meer dan in veel andere sectoren. En als je die docenten wil houden, dan heb je ook
de behoefte om daar ze ook uitzicht op een vaste baan te geven. Ik ben het er wel helemaal mee eens dat we meer aan die diversiteit moeten doen. Ik was onlangs weer in New York en Boston, ook voor hoger onderwijs, en recentelijk vorige week in Canada. Met de koning. En daar met de koning en de koningin. En met een eigen hoger onderwijsmissie die daarbij aansloot. En daar zie je gewoon dat die diversiteit zoveel vanzelfsprekender is om daar aandacht voor te hebben. En ik heb het over, in het begin van vanmiddag had ik het over diversiteit in leerconcepten, in onderdelen, vormen in het hoger onderwijs. Maar die diversiteit zou wat mij betreft ook nog een heel stuk Wij hebben er vanmiddag in ieder geval goed op gelet op de diversiteit. Als het gaat over vrouwen en andere achtergronden. Ja, dat is echt van belang, dat je die identificatie geeft en dat je talent ook niet verliest. Want we verliezen gewoon echt heel veel talent in Nederland. De zaal mag het laatste woord. Heeft er iemand een vraag? Er zijn twee microfoons. Daar zie ik een hand. U mag hem niet vasthouden, maar wel iets zeggen. Mijn naam is Steeman. Ik wil even weg van structuren en geldstromen en terug naar de student. De minister had het voortdurend over het gebrek aan uitdaging in de studie. Maar mijn ervaring is dat de uitdaging ligt in de begeesterde en wel overwogen keuze die de student maakt voor een bepaald vak. Hij wil medicus worden, hij is geïnteresseerd in de Franse taal en letterkunde. Hij is gefascineerd door de wereldgeschiedenis. En ik zeg dat omdat ik zelf in ruim 10 jaar tijd 2 studies heb gedaan. En mijn herinnering is dat ik 10 jaar lang begeesterd ben geweest met waar ik mee bezig was. Dan heb ik gestudeerd in de jaren 60, begin jaren 70, andere situatie. Is het niet zo dat er een betere aansluiting moet komen in begeleiding, in overgang van het middelbaar voortgezet wetenschappelijk onderwijs naar de universiteit? En ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar is het nog eens opnieuw bekijken van het beginsel selectie aan de poort? Ik weet dat dat erg besmet is uit een discussie van jaren geleden. Om te voorkomen dat ten eerste die uitval van 25-30% plaatsvindt en om te zorgen dat er meer uitdaging, maar vanuit de begeestering en uit de weloverwogen keuze van studenten de universiteit opkomt. Duidelijke vraag volgens mij. Selectie aan de poort op basis van begeestering. Ja, maar geen selectie aan de poort, daar ben ik niet voor, want dat zou de toegankelijkheid enorm belemmeren. Waar ik wel heel erg voor ben, is meer betere voorbereiding. Studiekeuze, gesprekken, matching doen we nu met de vervroegde inschrijving. Waar ik ook veel, waar ik erg voor ben. Wacht even, het gaat heel snel, want het zou de toegankelijkheid belemmeren. Dat is juist de bedoeling van selectie. Nee, wat mij betreft. Ja, maar niet op die manier. Want dat betekent dat je, hoe ga je dan selecteren? Dan ga je dus selecteren vaak op eindexamencijfers. En daarmee motivatie. Is helemaal niet gezegd dat dat de beste studenten zijn. Wat we wel doen bij de opleiding waar loting plaatsvindt. Dat is nu gewoon een lot uit de loterij. Daar gaan we wel naar meer decentrale selectie. En daar speelt motivatie dan ook een belangrijke rol. Ik ben wel voor meer samenwerking en afstemming tussen het voortgezet onderwijs en de universiteit. Bijvoorbeeld door meer mensen vanuit de academische wereld is te laten kijken op een lesgeven op een middelbare school, maar ook omgekeerd. Je hebt universiteiten, die hebben pre-university colleges voor middelbare scholieren. En Paul Rosemuller is onlangs een interessante discussie gestart. U gaat er enorm veel energie dus in steken. Maatwerk. Alleen maar vanwege het begrip toegankelijkheid. Toegankelijkheid? Nou ja, het is een taboe kennelijk om over toegankelijkheid te spreken. Nou, het is geen taboe. Ik denk dat het een politieke keuze is om daarover te spreken. Maar tegelijkertijd, wat die meneer aan de orde stelt, is dat in die eerste 2 jaar er een uitval is van 25-30%. Nee, ik ben het er wel mee eens dat het onderwijs uitdagend moet zijn en dat daar wederkerigheid in zit. Maar ik zou het slecht vinden als we in Nederland een systeem zouden krijgen waarbij de universiteiten kunnen beslissen welke studenten er wel op hun opleiding mogen komen en wie niet. En waarom? Maar ze moeten wel beter voorbereid worden. Omdat dat de toegankelijkheid is toch dat vind ik een enorm groot goed. Ook al vind ik dus niet dat elke student
Maar deze discussie begon met, we hebben te veel mensen die allemaal naar die universiteiten willen. Vervolgens het volgende punt dat is... Ik heb niet gezegd dat er te veel mensen naar de universiteit gaan. Ik heb gezegd dat het te vanzelfsprekend is. Iedereen wil maar hogerop. Ja, maar dat is een deel, heb ik net al aangegeven. Nou ja, ik wil het nog wel eens voorlezen. Het is te vanzelfsprekend dat we het alleen het universitaire onderwijs als een volwaardige diploma aanvaarden. En dan heb je daar een middel voor. En ik vind dat je meer moet stimuleren... Maar Mr. Ed wil dat zeggen. Kan wel, dat kan met die studiekeuzegesprekken, maar niet dat, met zeggen, okay. Je mag niet komen. Maar Ed gaat het met mij eens zijn. Ik geloof het wel, ik vind dit wel een hoop gedraai, eerlijk gezegd. Kijk, of je zegt, iedereen mag kiezen, dan moet je accepteren dat die uitval ongeveer daar ligt. Ik bedoel, wij hebben er veel mee geëxperimenteerd. In Twente hebben we best practices in outreach naar de middelbare scholieren. Ik heb elk jaar een bijeenkomst met de rectoren van de stedenband, zoals dat heet. Rector meets rector. We hebben uitstekende en we hebben gesubsidieerde programma's. Prachtig, prachtig. Toch is het zo, we houden de statistiek pijnlijk nauwkeurig bij. We hebben dus een heel intensief programma. Een opleiding waarvan ik de naam niet ga onthullen. 25% van de studenten presteert het om een jaar ingeschreven te zijn en 0 studiepunten te halen. 25%. 25%. Dat wordt het nieuws morgen. En maar dan heb je binnen studieadvies. Wacht even, die gaan er dan uit dus. Maar de enige manier, want deze mensen houden prachtige verhalen natuurlijk bij het studiekeuzeproces. Dat is wat blijkt, ja, is dat als we daarin gaan, want selectie aan de poort, daar is veel onderzoek naar gedaan. En het blijkt dat er een hang is om studenten die goed van de tongriem gesneden zijn te prefereren tussen boven wat in zichzelf gekeerde types. Dat zegt niks over het studiesucces. Daar moet je dus voorzichtig mee zijn. Goed, als je die keuze niet wil maken, dan maak je die keuze dus na de poort. Er zijn wel een paar dingen. Wij hebben uitgebreid geëxperimenteerd. Ik heb het voorbeeld al een keer richting minister gehoord. Wij weten dat voor ingenieursstudies de cijfers voor wiskunde inderdaad een uitstekende studievoorspeller zijn. We hebben een keer het experiment genomen om een zomerkamp in te richten voor de mensen die zich hadden ingeschreven en die een te laag gemiddeld cijfer hadden voor hun wiskunde. Dan mochten ze een week bootcampen. Aan het begin werd de test afgenomen. Na een week hard werken werd weer gekeken, hoe doe je het nu? Al diegenen die vooruit gingen in die week zeiden van harte welkom, je hebt het in je. Je had het kennelijk op de middelbare school niet zo goed gedaan, maar schrijf je in. Er waren mensen die hadden gewoon precies dezelfde lage score aan het eind van de week als aan het begin en dat was het advies. Heroverweeg dit nou, want volgens ons ga je het niet redden. Al deze mensen hebben zich toch ingeschreven en al deze mensen waren na 1 jaar weg. Oké. Als wij dus die selectie niet voor willen zeggen, dan moeten we gewoon accepteren dat we dat in het eerste jaar doen. En dat proberen we nu ook optimaal in te richten. Maar die mogelijkheid heb je ook. Die in het eerste jaar vind ik ook wezenlijk. Dat is ook het selecteren. Wij hebben jaar dus een Nederlandse selectie na de poort. Daar komt het op neer. Nou, je kijkt wel of de student of die opleiding aan kan. En of dat ik, dan heb ik ook liever dan dat we studenten laten doormodderen en na 3 of 4 jaar zeggen. Okay. Nou, je krijgt of een 6 die je niet verdient bij je afstuderen. Of je zegt dan pas tegen iemand dat hij beter de opleiding kan verlaten. Maar iemand moet wel, dat is mijn punt, de kans krijgen om te bewijzen dat hij die opleiding kan. Oké, duidelijk. Twee, ik heb heel veel handen gezien. Hier. Je houdt hem vast waarschijnlijk, José van Eindhoven. Ik ben lid geweest van die club die Rendement voor Talent heeft geschreven. En een van de dingen die daarin speelde, en dat was ook al in 1969 zo, de vraag van wie heeft het voor het zeggen aan de universiteit? Ja, ik ben ook bezetter geweest in Leiden in 1969, waar het heel rustig is gelopen en niet in de krant is gekomen, maar waar we wel heel constructieve samenwerking hebben. Nog een primeur van Kampen. En ook geleid hebben tot heel belangrijke onderwijscommissies waar studenten en medewerkers in zaten. En een van de puzzels die bij mij opkomt bij de discussie van vandaag, welke elementen van de WUB, de Wet Universitaire Bestuurshervorming, komen weer terug of weer voor een stukje terug in de nieuwe regelgeving. Want Jo Ritsen heeft in 1997 de MUB, de Modernisering Universitair Bestuur, ingevoerd. Ik was er persoonlijk bij betrokken, want ik ben ook lid geweest van de Raad van Toezicht van de Universiteit Twente. Dus ik weet ook welke ingewikkeldheden er zijn. Oké, nu uw vraag. Maar mijn vraag is dus 1. Wat
komt er terug van die... Wat gaat er als het ware weer kantelen? Van de oude gaat het ook kantelen of niet? Want ik weet dat er ook heel veel mensen zijn. Poolse Landdag. En dan die jonge mensen meer ruimte. Is er ook inderdaad de gedachte dat bijvoorbeeld mensen die geen professor zijn een hogere, belangrijkere rol krijgen in de inhoud van hun onderzoek bepalen? Ja, want dat was één bij rendement van talent. Waarom moet het de prof zijn die het zegt? Nou, de wup, de mup en wat krijgen we terug van de oude democratisering en de nieuwe democratisering? Ja, ik ben er nooit zo voor om alleen dan weer terug te gaan kijken. Want u eindigde met, dat werd ook wel een Poolse Landdag gevonden. En ik weet niet of dat nou ons verder helpt. Maar op een aantal punten zeg ik wel meer democratisering, meer medezeggenschap. Daar heb ik net een paar voorbeelden van genoemd. Maar ik ben het wel ook met de rector eens dat medezeggenschap alleen niet helpt. Je moet zorgen dat je het goede gesprek voert. Daarom vind ik het interessant dat er nu bij veel universiteiten geëxperimenteerd wordt. De heen heeft een studentassessor, betekent een student in het college van bestuur. Anderen zijn aan de hand van de publicaties van David van Rijbroek aan het kijken of je met loting aan een andere groep studenten zou kunnen bereiken. Volgens mij moeten we veel meer die kant op dan alleen maar terug naar vroeger. We hebben nog tijd voor twee korte vragen. De rest zult u aan de bar moeten doen, ben ik bang. Wie kan echt niet wachten? Hier vooraan. Hey, ja, dank u wel. Mijn naam is Michiel Tolman. Ik ben afgelopen jaar afgestudeerd internationale betrekkingen. Proficiat. Dank je wel. U noemde in uw verhaal, had u het over een aantal inhoudelijke verbeteringen. En u gaf ook aan dat u naar competentere bellen zoekt, creatieve dwarsdenkers. U noemde onder andere dat het niet alleen gaat om kennisoverdracht, maar ook persoonsvorming, reflectie en bijdrage aan de maatschappij. Dat wezenlijke onderdelen zijn van het onderwijs. Wat zou u zeggen als ik nu aan u vertel dat op dit moment 30 studenten en docenten bezig zijn met een academie vorm te geven die precies dit probeert te doen? En mijn tweede vraag is dan, zou u ook met ons in gesprek erover willen? En waar gebeurt dat? Dat gebeurt aan de VU en UvA, het is een gedeeld initiatief. Vertrouwd terrein. Ja, dat kan ik niet weigeren. Nee. Dus die is binnen. Dit is binnen, bij de bar worden de agenda's getrokken. Nu de laatste vraag. Die meneer in het midden. Mijn naam is Paul Holle en ik ben beleidsmaker in Den Haag, een hele andere tak van sport dan mevrouw Bussemaker. En het is mij niet helemaal duidelijk geworden waarom het toch zo moeilijk is om meer aandacht aan het onderwijs te besteden. We hebben een premier die 2 uur in de week het voor krijgt. Waarom kan een hoogleraar dat dan niet? Oké. De vraag. Die hoogleraar doet het, hebben we begrepen. Deze ook, hoor. En deze ook. Ja, ik denk wel dat er hier is weer zo'n voorbeeld dat wegloopt met de werkelijkheid. Er zijn inderdaad ook zeker mensen in alle geledingen die het te druk hebben om dat te doen. En er zijn veel voorbeelden van mensen die ondanks een heel druk bestaan hun hart hebben kloppen voor het onderwijs en daar een bijdrage leveren. Dus dit soort generalisaties helpt niet. Ik denk wel dat we allemaal, maar dat hoor ik iedereen hier zeggen, dat is wat mij betreft wel goed nieuws. Iedereen vindt onderwijs op dit moment echt de moeite waard en vindt dat daar een extra stap moet worden gezet. En laat dat een oproep zijn aan degene die het nog wat minder doen. Maar de uitspraak dat die hoogleraar geen onderwijs geeft, daar kan ik mij helemaal niet mee akkoord verklaren. Dat lijkt me een mooie slot van deze middag. Martin, toch? Zeker, ik zou niet durven. We hebben veel behandeld. Dank voor uw aandacht. Op de tweede zondag van september zijn we weer terug met de Volkskrant op zondag. Ik hoop dat u dan allemaal ook weer aanwezig bent. Mooie zomer gewenst. En als u nog vragen hebt aan de minister, ik denk dat ze nog wel heel even blijft. Dus grijp uw kans. Zeker vandaag. Allemaal bedankt.